Mondiaal, nu een paar jaar in de spoorzone. Wat is het grote verschil met de overgang van het Leipark naar de spoorzone? Alles. Dat is in niks te vergelijken. Het Leipark is een heel groot park waar grote podia stonden. Hier heb je heel veel kleine hoekjes en gaatjes waar je hele verrassende dingen doet. Waar je eigenlijk op ieder hoekje verrast wordt. Het is totaal niet te vergelijken. Behalve het mondiaal gevoel, dat DNA, dat zit er nog steeds in. Geweldig maakt zijn alle verschillende culturen die je ziet, verschillende eetentjes, muziek. En dat zie je hier ook en je voelt helemaal die vibe van ik wil weer gaan backpacken en ja, cultuur. Dat is echt het leukste aan Mondiaal, dat er van allerlei soorten mensen zijn en toch voelt het als één. Ja. Ik vind het mooie dat ik heel veel mensen tegenkom die ik buiten Mondiaal niet tegenkom, zeg maar. Je ziet mensen van de basisschool, oud-collega's, mensen die je een keer hebt ontmoet tijdens het uitgaan. Gewoon rustig kunnen rondlopen, genieten van lekker eten, lekker drinken, prachtige optredens en heel veel creativiteit. Waarvan ik denk van ja dit is gewoon fantastisch, dat verwacht je gewoon niet. Ik liep links om een hoek om en in één keer boem. Kom je in zo'n sfeertje terecht. Ja, dat is Mondiaal. Continu die verrassingen in allerlei die hoekjes. Ja, stunning! Ja, we vinden het echt gewoon helemaal te gek. Voor iedereen wat wil, zie je zo op het festival. Zelfs met de regen heeft iedereen er naar zijn zin. Te gekke bands, leuke plekken om te eten, lekkere plekjes om cocktails te drinken. Ja, gewoon geweldig. Ik ben hier als kind wel eens geweest, maar dat is echt 15 jaar geleden. Maar goed om weer terug te zijn. Ja. Goed geprijsde drank. Ja. Dat is goedkope gin en tonics. In de Randstad is het wel anders, dus we blijven voorlopig even in Brabant, denk ik. Ja. Maar ik kom hier altijd nog heel veel bekende mensen tegen. En dan vind ik het echt een warm bad om iedereen hierin tegen te komen. We kennen ontzettend veel mensen hier en dat is helemaal toppie en dat blijft goed. We zijn hier bij de tweede editie van de Zeepkistenrace in Lieshout. Wat maakt het nou zo leuk, dat zeepkistenrace? Ja, het plezier wat de mensen al hebben met het maken van een zeepkist. Hè, de maanden van tevoren, het bouwen en een kratje bier erbij. En dan wordt er een hoop lol gemaakt. Er worden van elkaar zeepkisten ontvreemd en weer teruggevraagd voor losgeld. Ja, het leeft echt in het dorp als Lieshout. En ben je er een beetje klaar voor? Ja. Hoeveel zin heb je erin? Heel veel. Zag je dat? Je had onze cameraman bijna te pakken. Ja. Bekend Omroep Brabant om. Zo, jij was het eerste meisje dat naar beneden ging. Dat klopt. En wat vond je ervan? Leuk. Wat vond je leuk? Dat we hard gingen. En hoe ging het? Ja, volgens mij best goed, hè. Dus we hebben het gehaald, dus daar gingen we voor. Vorig jaar kregen we meteen naar de schans, dus nou is het beter gaan. Hey, wat maakt dit nou zo mooi? Ja, gewoon mooi met de groep een beetje elke avond een beetje klussen. En dan een beetje bier drinken en dan, ja, het is gewoon gezellig. En een mooie dagje van maken hier, hè. Dus. Gaat dit nog goed komen? Ja, wij rijden mee.
Ja, we rijden mee. Hoe dan ook. Ja. We rijden mee. Ja, hoe dan ook. Al is dat een meter. Ja, maar bier halen. Jullie hebben wel de beste plekken zo. Oh, de beste, dat weet ik niet, maar we zitten wel gruwelijk in de wind. Maar ik vind het wel een mooi idee. Als je zoiets gekocht hebt hier, het is een werk voor de gehandicapten, dan vind ik het wel leuk dat wij zo ontvangen worden en dat het zo geregeld wordt. Jullie zitten in ieder geval hoog en voorlopig ook nog droog. Ja, dat hoop ik tenminste, want er zit wel een beetje wind bij hier. Ja, super, hartstikke leuk. Tweede jaar en vorig jaar heb ik zelf meegedaan, nou doet mijn man mee, keileuk. En waarom doe je zelf niet meer mee? Ja, dan moet er één voor de kinderen zorgen. En als er iets gebeurt, dan... Ja, ben je eigenlijk de nieuwe Max Verstappen? Ja. Ja. En waar doen jullie mee voor te winnen? Nee, doen voor de lol mee. En als hoeveelste zijn jullie aan de beurt? Wij? Nou, we komen dan helemaal kijken. Begint het niet te kriebelen? Nee, dat laten we maar aan de jeugd over. Daar zijn wij een beetje te oud voor. Ik vind het mooi om te kijken en de sfeer en alles is gewoon kei mooi. Dus, Welkom bij het vierde Samba Festival in Os. Er komen bands uit heel Nederland, allemaal samba. Spektakels, het is straattheater, maar het heeft allemaal te maken met samba. Het is een groot feest hier. We zijn eigenlijk een multiculturele carnavalsgroep. En we doen mee in het zomercarnaval in Rotterdam natuurlijk. Dus we zijn niet echt een groep, we zijn gewoon een leuke groep. Veel enthousiaste mensen en dat is wat wij zijn. Ja. Nou, ik zal geen cd'tje van kopen, zo, want dan denk ik dat het lekker is om thuis zitten luisteren. Maar hier is het gewoon, ja, het hoort erbij, dus ja, leuk. Leuk. Is het echt jouw muziek? Nee, dat niet. Ik vind de trommels heel leuk. Gekleed hebben als nomaden die door de lage landen trekken om zo de mensen onze taal van percussie te laten horen. Ja. En hoe past de samba daarbij? De samba is een universeel ritme natuurlijk en waar veel mensen graag op dansen. Ja. Dus dat is ook een ritme wat we graag spelen en laten horen. Vanuit je middel kun je swingen, zeg maar, vanuit je bekken. Vrouwen noemen dat het bekken laten kantelen. En dat zijn ook de pasjes die erbij horen, dus van je ene been op je andere been. En langzaam swingend, zo de straten door. En hoe is het om hier in Os op te treden? Ja, geweldig. Het is een leuke sfeer, het is ook geweldig druk. Ook collega-bandjes, dus dat versterkt elkaar ook om elkaar te horen en zien spelen. En het inspireert natuurlijk om zelf ook weer des te fanatieker ons verhaal te laten horen. De Braziliaanse sfeer en de mix eromheen is gewoon heerlijk. Wat is die Braziliaanse sfeer dan? Nou, normaal hebben we het zonnetje erbij, dan deze muziek, het lekkere dansen, het helemaal uit je dak gaan. Dat is, ja. Jammer dat de zon er niet is dus. Dat is wel jammer, maar toch blijft het een feestje. Zeker. Ook komend weekend hoeven we ons echt niet te vervelen in Brabant. Evenementen te kust en te keur. Zoals het 40 Up Festival zaterdag in Eindhoven. Live optredens van topacts als Golden Earring, Earth, Wind & Fire en The Tramps. Tussendoor draaien DJ's muziek van de afgelopen 40 jaar. Verder theateracts en kraampjes met hapjes en drankjes. In het Masbos in Breda is zaterdag een kleurrijk hardloop evenement. Color the Forest.
Deelnemers worden op 4 punten van het 5 kilometer lange parcours bestrooid met gekleurd poeder. De opbrengst is voor het goede doel. Veel spektakel en vertier zaterdag en zondag tijdens de Dollemansdagen in Raamsdonk. Met op beide dagen een zeskamp en vele veel optredens. Van onder andere Huub Hangop, Lamme Frans, De Fikkerin en de WC Experience. Op het festivalterrein aan de Kerklaan. Als jij nou vindt dat ook jouw evenement in Zinderend Zuiden moet, mail ons dan. Evenementen@omroepbrabant.nl.